Oké, we moeten het even over de pensioenleeftijd hebben. Nee, niet wegklikken. We worden met z'n allen steeds ouder. 83 jaar gemiddeld. Maar de pensioenleeftijd stijgt ook mee. Op Facebook zeggen veel mensen... die AOW-leeftijdsverhoging, die hebben jullie zelf gesteund. Dat klopt. En achteraf hadden we het ook niet moeten doen. Natuurlijk was er een hele andere tijd, economische crisis. Maar de AOW-leeftijdsverhoging gaat gewoon veel te snel. Mensen redden het niet. En dan moet je ook als politiek durven aanpassen. Want waarom moet je voor ieder jaar dat je langer leeft, een jaar langer werken? Je leeft toch niet om alleen maar te werken? En worden we ook allemaal ouder? De mensen met een hoog inkomen leven gemiddeld 7,5 jaar langer dan mensen met een lager inkomen. Ik vind dat je zeker moet zijn van een onbezorgde oude dag. Ten eerste, iedereen moet eerder kunnen stoppen met werken. Wil je 3 jaar eerder met pensioen? Dat kan. Er staat wel een iets lagere AOW-uitkering tegenover. Ten tweede, die pensioenleeftijd mag best wat minder snel stijgen. Voor ieder jaar dat we langer leven, dat je ook een half jaar langer met pensioen mag. Ik ben nu 37. Dat moet ik tot na mijn 70ste doorwerken. Wij stellen iets anders voor. De komende jaren stijgt de pensioenleeftijd niet 4 maanden per jaar, maar 1 maand per jaar. Dat scheelt.